onderzoeker wezen, mompelde ik mijzelf voor. Het kan niet anders, kom mij voor. Ik herinner mij die uren duidelijk, die decembergeuren en op het vloerkleed de figuren, stervend in de sint. Snel een luik ontwerveld, door de wind erin gewerveld, stapte statig daar een raaf het lang vervlogen eeuwen door. Zelfs de lichtste buiging meet hij, stom en zonder stilstaan schreed hij. Met het air van een lord of lady stapte hij de kamer door. Stapte hij naar het beeld van Pallas en zat statig op diens oor. Zat en zweeg.
gesproken worden, werd de sfeer verbroken, dacht ik. Alles wat hij in heeft is het antwoord dat ik hoor. Vastgekoppeld aan een wezen dat de klauw van ramp en vrezen rond de keel voelt en het verwezen liet tot dit refrein bevroor. Tot de lijkzang op zijn droombeeld tot dit triest refrein bevroor. Tot dit nooit meer. Zeg mij, ik heb zwaar geleden. Zit er in het onvindbaar Eden niet een zalige en aanbeden maagd gevangen, Eleonor? Zit geen ijl en stralend wezen daar in het Eden, Eleonor? Nooit meer, kraste het in mijn oor. Laat mijn woede niet ontsteken, zei dit woord ons afscheid steken. Started.